Koreaanse mannen gebruiken al eeuwenlang bepaalde gerechten om hun bedprestaties te verbeteren. Dit is meneer Jong. Hij runt een kledingfabriek waar hij iedere dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat kleren naait, samen met zijn vrouw en een paar werknemers. Maar meneer Jong is ook een groot liefhebber van een bijzonder Koreaans gerecht. De penisvis. Hij gelooft dat hij door het eten daarvan beter wordt in bed. Vanavond dineren meneer en mevrouw Jong met hun medewerkers om de dag af te sluiten. En ook aan tafel is het lievelingseten van de baas vaak onderwerp van gesprek. De penisvis, gaibul in het Koreaans, is geen echte vis, maar een worm. Ze leven in ondiep zeewater en kunnen soms wel 15 centimeter groot worden. Dat is zo'n 5 centimeter langer dan de gemiddelde Koreaanse penis. Meneer Jong en zijn vrouw rekenen dus op een lang en gelukkig seksleven. Mede dankzij de penisvis. Power.